leukste aan cafétheater is dat je zo dicht bij het publiek zit. Je kan ze als het ware bijna een zoen geven. En sommige van de mensen in het publiek vinden dat wel prettig. En ik gebruik dat soms wel. Ik ga zelfs gewoon weer op de schoot zitten van iemand. Alleen maar om te laten zien dat wij eigenlijk ook maar gewoon kleine mensjes zijn. En het publiek even belangrijk als wij. Maar het kerstmannetje zal ons dit jaar toch niks brengen. Oeh, waarom niet? Moeder zegt dat ze geen tijd heeft gehad om naar de stad te gaan om hem te verwittigen. Maar volgend jaar komt hij zeker. Het gaat over Tiltil en zijn tante Mytil die op een avond bezoek krijgen van een fee. Die hun vraagt om een blauwe vogel te gaan zoeken, omdat haar dochtertje geluk zoekt en gelukkig wil zijn. En Tiltil en Mytil gaan dan samen met een aantal figuren op zoek naar die blauwe vogel. En uiteindelijk blijkt dan dat die veel dichter bij huis te vinden is dan ze zelf gedacht hadden. De essentie van het toneelstuk is wel degelijk de blauwe vogel, die een symbool is voor het geluk. Maeterlinck heeft dat uitgevonden en zelfs Disney is daar al mee in voortgegaan. U kunt dat terugvinden in zijn Song of the South. Hippity-tooda, zippity-ay. Mr. Bluebird on my shoulder. Dat kwam van Maeterlinck. Dus dat is al oud. We kunnen nu samen praten. Vroeger hè, kon ik alleen maar blaffen. Mr. Bluebird's on my shoulder. It's the truth. It's actual. Everything is satisfactory. Zippity-doo-dah, zippity-ay. Het is ook wel charmant natuurlijk. De mensen die komen hier binnen, die hebben direct zo'n heel cozy gevoel van oh ja, gezellig, klein. En je kan iets drinken, ook tijdens de voorstelling vaak. Dus ja, de mensen genieten daar wel van. En voor ons natuurlijk als acteurs is het een extra uitdaging, want je staat heel dicht bij het publiek. Dus ja, dat maakt het ook wel soms moeilijk, maar ook wel boeiend tegelijk. Dus, ja. Kijk, tante, nu. Hij is blauw nu. Hij is veel blauwer dan toen we zijn vertrokken. Maar dan is dat de blauwe vogel die wij zochten. En daar hebben wij heel die tocht voor gemaakt. Jij moet stil zijn, begrepen? Anders stuur ik je terug. Jij niet. Doordat je met een beperkte ruimte zit, moet je heel veel improviseren. En ook dus met decor, met de plaatsing van de figuren. Dus, sowieso, ik denk dat we zijn nu met een tiental mensen, dat wel ongeveer de maximum bezetting is die we hier kunnen zetten. Toen ik binnenkwam met de vogel, dan is ze opgesprongen en ze liep naar het venster om te zien of het echt wel de blauwe vogel van Tiltil was. En toen deed ze het kooitje open en de vogel vloog weg. Maar mijn kindje bleef hem straalend nakijken.